Een tijdje geleden kreeg ik een reactie op een van mijn video's dat ik in het water zat, in het koude water. En ik kreeg een vraag van, hoi Sander, mooie video. Maar laatst probeer ik 5 minuten in het water te zitten en op een gegeven moment voelde ik mijn lichaam niet meer. Dus ja, heb je wat tips voor mij om zodat ik langer in het water kan blijven? Ja, mijn eerste reactie zou natuurlijk zijn, ga korter in het water om te voorkomen dat je lichaam niet meer voelt. Dat is één. Dus waarom wil je zo lang doorgaan tot je lichaam niet meer voelt? Dat is niet heel verstandig natuurlijk. En eigenlijk het tweede wat in me opkomt, en dat is misschien wel een goede manier om je eigen grenzen te leren verleggen en verkennen eigenlijk. Kijk, bij het Corps Marinier is altijd gezegd, als je bijvoorbeeld door de bergen loopt, nou, het gebeurt regelmatig natuurlijk dat je op een gegeven moment door de duisternis of door de mist of door de oude kaart of iets dergelijks, dat je even niet meer weet waar je bent. Nou, dat is heel normaal eigenlijk, dat gebeurt iedere militair die zal het herkennen. Er is niks vreemds aan. Maar wat je dan vervolgens doet is terug naar het laatst bekende punt. Wat je wel kent, dus bijvoorbeeld een splitsing of een rivieroversteek die je gemaakt hebt. Je gaat terug naar het laatst bekende punt. Vanaf daar pak je je oriëntatie weer op. En vanaf daar ga je weer navigeren richting je doel. En eigenlijk is dat een klein beetje hetzelfde wat er gebeurt als jij je eigen grenzen dusdanig overschreden bent. Dat je niet meer weet wat je moet doen eigenlijk, dat je een klein beetje verdwaald bent. Dan moet je ook teruggaan naar het laatst bekende punt. Dus dan moet je niet nog langer in het water gaan zitten natuurlijk. Langer dan 5 minuten als je je lichaam helemaal niet meer voelt, want dan wordt het gewoon onveilig. En dan raak je nog veel verder verwijderd eigenlijk van jezelf. Dus dan zou je kunnen teruggaan naar het laatst bekende punt. En stel dat jij dan met 2 minuten nog wel comfortabel in het water kan zitten. Nou, ga je gewoon even terug naar die 2 minuten. En ga je vanaf daar weer proberen op te bouwen. En dan ga je gewoon net zo lang iedere keer die 2 minuten herhalen, totdat dat wel goed voelt. En daarnaast, wat gewoon essentieel is, bij Defensie heb ik ook het gezegde, learn the basics. Leer de fundamenten, zeg maar. Leer de technieken. Kijk, en in koud water zitten, dat is niet een kwestie van alleen op wilskracht zo lang mogelijk in het water zitten. Hallo. Maar dat is ook een techniek natuurlijk. Wim Hof, die techniek die zul je ongetwijfeld kennen. En als jij die techniek nu goed toepast, ja, op een gegeven moment kom je dan in een onveilige situatie. Je kunt niet alleen op wilskracht, kun je alleen in het water blijven zitten. Dat is gewoon een bepaalde ademhalingstechniek ook, die je moet toepassen. En alleen op die manier kun je gewoon langer in het water gaan zitten. Dus als jij je grenzen wilt gaan verleggen, zeg maar, zou ik eerst willen verkennen of adviseren of uitnodigen. Om eerst die technieken goed onder controle te krijgen, dat je die goed beheerst. En daarna gewoon in hele kleine stapjes dat fundament uit te bouwen, zeg maar. En niet in één keer van 2 naar 5 naar 10 minuten. En puur op wilskracht je eigen grenzen gaan verleggen. Want dan help je jezelf in de vernieling. Plus, misschien nog wel het belangrijkste. Stop met jezelf te vergelijken. Dat is natuurlijk een valkuil van heel veel mensen. Maar dat is ook wat je heel vaak ziet. En helemaal met social media en dat soort dingen. Ja, we zijn onszelf constant aan het vergelijken met andere mensen. Kijk, en als ik mezelf ga vergelijken met Wim Hof of een of andere ademhalingsguru, ja, dan vallen de resultaten altijd tegen natuurlijk. En dat is ontzettend domper. Dus dat is killing ook voor jezelf trouwens. Dus dat moet je niet doen. Altijd gewoon van je eigen kracht uitgaan. En vanuit je eigen doelen gaan werken in kleine stapjes. Dus stop met vergelijken. Dat is de boodschap. Nou, hopelijk heb je er iets aan gehad. Ik zou zeggen, kies groei boven comfort. Maar op een intelligente en verstandige en liefdevolle manier voor jezelf. En dan wens ik je een fijne dag. Later.